naar de teleurstellingen in het verleden op werkgebied, ja, heb ik gewoon heel veel zelfvertrouwen weer teruggewonnen. En heb ik inderdaad het idee dat ik weer deel uitmaak van de maatschappij. Uiteindelijk is het zo dat ik meerdere werkplekken heb gehad in het verleden. Ik ben verbaal heel erg sterk, maar daar zit een groot verschil in met mijn non-verbale stukje. Waardoor ik ook heel vaak overschat werd en overvraagd werd op werkplekken. Dan ontstonden er vaak huilbuien, neerslachtig, waardoor ik dan stopte met de baan. De Groeituin 013 is een plek waar iedereen samenkomt. Uitvallers van werk, van school, die hier dus ook hun werk kunnen komen doen. Iedereen is gelijk aan elkaar, er zit geen druk op het werk. Dus zo ben ik eigenlijk denk ik 3,5 jaar geleden een beetje ingerold met hulp van een jobcoach. Zelf heb ik ook vaak mijn eigen projecten. Ik ben altijd heel erg van de bloemen hier op de tuin, dus ja, daar geniet ik ook wel heel erg van. Dat ik op deze manier gewoon heel trots ben op waar ik nu sta, want ik ben uiteindelijk van heel ver gekomen.